Roel van der Zande, jullie waren allesbehalve effectief vandaag. Waar ging het mis als het op scoren aankwam bij Helmond Sport? Nou, dat is precies wat je zegt. Het scoren ging mis. En ja, ik zelf voorop. Ik heb zeker één bal zeker moeten maken. En, maar ik denk dat ik niks verkeerd zeg als we echt 10 ballen gewoon vrij voor de keeper eigenlijk op goal konden schieten. En, dat begon eigenlijk meteen al in de eerste minuten en dat eindigde eigenlijk tot de laatste minuut aan toe. En, ja, dat wij hier niet winnen is eigenlijk is gewoon een schande. Wij hadden deze punten heel erg nodig. Omdat je gaat nou volgens mij ergens 10e zoiets de winterstop in. En dan sta je misschien wel 7e of 8e. Ja, dat is al gewoon een lekker gevoel met de winterstop in te gaan. En ja, dat hadden we van tevoren met elkaar afgesproken dat we daar graag wilden bewerkstelligen. En dat is niet gelukt. En dat is helemaal onze eigen schuld. Want als je die kansen niet maakt, dan zie je het. En schiet er 2-3 keer op goal. En schiet er 2 in en dan pak je maar een puntje. Het had even goed 9-2, 9-3 kunnen worden vandaag. Ja, net wat ik zeg. Ik zeg 10 echte hele grote kansen en dan nog een paar andere halve kantjes. Ja, dan moet je er minimaal 4-5 maken. En ja, dit seizoen ontbreekt het daar sowieso wel een beetje aan. Maar vandaag was het wel heel extreem daarin. Dus ja, dat is heel kwalijk van onszelf gewoon. Hoe kan dat dan? Want ja, het is natuurlijk een kwaal waar jullie al lange last van hebben. Maar is het dan een gebrek aan scherpte? Waar zit hem dat in? Nou ja, dat weet ik niet of dat een gebrek aan scherpte is. Kijk, ik denk dat iedereen die ballen wil maken. Misschien is het wel iets te gehaast willen. Dat je stiekem toch meer tijd hebt voor de goal en gewoon rustig moet blijven. Ik denk dat het misschien meer daarin zit dan in scherpte. Dat misschien wel zoiets is van, ja, die bal kan wel eventueel goed voor me komen. Maar nou moet ik hem erin gaan schieten. En ja, kijk, op de training oefenen we er ook veel op. Dus het is niet zo dat we er niet op oefenen. Maar in wedstrijden, ja, missen we nog gewoon te veel kansen. En dat heeft ons dit jaar al heel wat punten gekost. Want ik denk als wij gewoon de punten die we zouden kunnen halen, als we ook maar de helft van die kans hadden gemaakt, dat wij gewoon 3-4 plekken hoog stonden. En zo ga je op best wel een vervelende manier de winterstop in. Ja, en inderdaad, net wat ik zeg. Kijk, we hadden eigenlijk ingezet op 6 punten uit de laatste 2 wedstrijden. Je pakt er 4. Maar de plek waar je op staat, 7e of 10e, zeg maar, dat is gewoon een verschil. En kijk, je moet nou toch weer jagen op degene die op de playoff plekken staan. En wij willen graag op die playoff plek staan, dat anderen op ons jagen. En ja, dus aan ons om na de winterstop toch die ballen erin te gaan schieten en wel naar die playoff plek te gaan. Nog heel veel over jezelf. Je had je eigen ploeg natuurlijk, of je oude ploeg natuurlijk, heel veel pijn kunnen doen vandaag. Heeft dat nog door je hoofd gespeeld? Nee, helemaal niet. Kijk, ik had hem heel graag willen maken. En, want, het leek bijna alsof je daar geen zin in had. Ik sta hier ook niet met een heel fijn gevoel, hoor. Dus ik had hem heel graag willen maken. En, want die goal had wel heel belangrijk kunnen zijn. En ik denk dat we zo met z'n allen in de kleedkamer zitten. Niet ik alleen, maar bijna iedereen bij ons heeft vandaag wel een kans gekregen die hij misschien had kunnen maken. Dus ja, op het algemeen was het qua spel best aardig. Maar dit was gewoon lange kansen maken.